Welkom bij de Pre-Market Show van Bosch Trading. Ik zag dat mijn geluid even niet goed werkte, dus begin even opnieuw. We praten natuurlijk over GameStop vandaag, GME. En GME heeft een waanzinnige run gemaakt. Ik laat eventjes hier, ik laat even op de 15 minuten zien. Je ziet dat het aandeel vannacht naar 3,68 is gestegen. Het was gisteren al naar 140 gestegen. En het komt van een positie van een aantal dagen terug van, even kijken, daily kijken, naar de weekly, ook dat is goed genoeg. En je ziet hier al aan deze candle wat er deze week gebeurd is. Hè. Kijk nou even op het weekly overzicht. Het aandeel komt van rond de 24-ish. Je ziet hier ook nog allemaal lijnen staan. Het is een aandeel dat ik terug ook getraind heb, zoals je ziet, en het komt hier inderdaad vanaf dit niveau. Negatief, zeg maar eventjes. Dus GameStop is van, we hebben het hier maandag ook al over gehad, GameStop is gestegen van 20 naar 140 en vannacht naar 368, bijna 370 en ja, is nu een beetje chop rond 250. En wat hier gebeurt bij dit soort aandelen die zeg maar een run maken zoals hier, ja, dat is als je nog niet zo ervaren bent, lastig om meteen te begrijpen, maar ik denk wel dat je moet begrijpen als je ooit iets met dit aandeel wilt. Ik heb maandag al gezegd dat ik dat niet doe. En ik zal straks ook uitleggen waarom. Maar wat er dus feitelijk gebeurt, is dat een aandeel, die maakt hier al die run omhoog, een keer naar 160 en hier naar 76. En wat er dan zeg maar, op een dag gebeurt, is een hourly chart is dit, is dat het aandeel absoluut niet de waarde heeft van 136 euro. En ook niet de waarde van 76 euro en zelfs niet de waarde van 47 euro. En wat er dan gebeurt met zo'n aandeel is dat een heleboel mensen die denken van ja, dit is belachelijk hoog. Ik ga het aandeel shorten. Want dit moet wel naar beneden gaan. Het kan niet anders. Het kan niet anders dan dat dit aandeel nu naar beneden gaat. Nou, en dat is dus wat er gebeurt als een aandeel veel hoger staat dan de werkelijke waarde. Dan stappen heel veel mensen in en zeggen van ik wil dit aandeel shorten, want het kan niet anders dan dat het naar beneden gaat. Nou, wat is nu het shorten van een aandeel? Shorten van een aandeel is eigenlijk niets anders dan dat je ervan uitgaat dat een aandeel hier, als die hier zeg maar, op die 136 staat, dat je zegt van nou, het moet wel zijn dat hij op zijn minst naar 76 gaat. Dus wat je dan doet, is dat je de aandelen hier op 140, zeg maar eventjes, leent van je broker. Maar je verkoopt ze wel meteen. Met andere woorden, je hebt die aandelen nog niet, maar je verkoopt ze wel meteen. Dat klinkt heel raar, maar zo raar is dat natuurlijk helemaal niet. Want dat komt eigenlijk vaak genoeg voor, hè? Als ik een internethandel heb of een webshop en ik zeg van ik verkoop je 20 potten van X of 30 flesjes van Y, dan kan ik dat gewoon doen. En dan zorg ik ervoor dat ik ze later inkoop. En op het moment dat ik ze in heb gekocht, dan stuur ik ze ook daadwerkelijk op. Nou. He, dus je kunt best iets verkopen wat je nog niet hebt. In de beurshandel gaat het dan zo dat je, als je de juiste broker hebt, dus het juiste platform hebt, dat je dat dan met je broker regelt. Dus je zegt, ik verkoop deze aandelen meteen van 140. Je verwacht een daling naar 76. Pas als ze op 76 staan, ik noem maar wat, hè, dan koop je ze daadwerkelijk. Dus dan heb je een winst gemaakt van 140 min 76, of laten we zeggen 70. Dan heb je een winst gemaakt van 70 euro per aandeel, omdat het aandeel ook daadwerkelijk naar beneden is gegaan. Nou, wat gebeurt er nou bij een short squeeze, wat we nu een paar keer gezien hebben met dit aandeel, is dat het aandeel dus niet naar beneden gaat, maar wordt
opgekocht en boven die 140 terechtkomt, dus nou ja, je ziet hier zelfs tot de 214. En wat er dan aan de hand is, is dat je, daar waar je hier de winst staat van 70 euro, ga je daar, alles wat boven de 140 komt, is je verlies. Dus heel veel mensen die short gaan, die zeggen vervolgens, oké, ik ga short op dit aandeel. Nou, ik ga het even zien. Nog eventjes wat bij. Even kijken waar we de echte, waar we de mooie squeeze kunnen vinden. Het is een en al squeeze natuurlijk. Hier zie je bijvoorbeeld, hè, dit is ja, zeg maar een klassieke squeeze naar boven. Dus het aandeel is hier al geopend op een 80, of 88 op deze dag. Dat was dat enorme gat al waar we het maandag over gehad hebben. Toen zei ik al van nou, ik ga hier niks meer doen. Wat volgens heel veel mensen dus doen, die zeggen van oké, het kan niet anders dan dat dit aandeel weer naar beneden komt. Want het staat veel te hoog. Dus die gaan short ergens op dit level. Ik zal het erop maken. Die gaan short ergens op dit level. Zeg maar even de 100. De vanuitgaande dat het aandeel terug gaat treden naar 50 hier. Hè? Dat zou normaal gesproken ook gebeuren. Dus ze lenen het aandeel hier van hun broker, verkopen het meteen. En gaan ervan uit dat het aandeel naar beneden gaat. Maar wat ze ook doen, is dat ze zeggen van ja, ik moet wel een veiligheid inbouwen. Dus ik ga het aandeel, hè, als het aandeel te ver stijgt, ik noem maar eventjes wat, hè, dus als die naar 107 stijgt, dan wil ik er vanaf. In het aandeelsysteem in Amerika, in het optiesysteem in Amerika kan dat. Dat geldt niet overal. Dus wat er nu gebeurt is, je hebt hier gezegd van ik ga short het aandeel 100. Er vanuit gaat dat het naar beneden gaat. Hij gaat ook iets naar beneden. Niet goed ver genoeg om te denken dat je zegt van nou, het is nog niet echt de winst die ik wil, want ik wil dat het naar 50 gaat. En je ziet vervolgens hier dat het aandeel wordt opgekocht. Boven die 100 stijgt. En vervolgens ook boven die 107 stijgt. En die 107, hè, als dat de prijs is waarvan je zegt van ja, tot zover wilde ik het risico lopen en niet verder dan dat, dan koop je dus hier je aandeel terug met een verlies van $7 per aandeel. En je ziet dan wat er gebeurt als iedereen dat aan, hè, je moet het dus daadwerkelijk terugkopen. Wat er dus dan daadwerkelijk gebeurt, is dat je hier het aandeel hebt gekocht voor €100. Je hebt het nog niet in je bezit, maar je hebt het gekocht. En je moet het hier verkopen voor, je moet het hier terugkopen voor $107. Dus dan heb je $7 verlies. En omdat al die mensen die hier short zijn gegaan, als het er heel veel zijn, dat aandeel moeten terug gaan kopen, zie je dat het aandeel dan vervolgens omhoog squeezed. Want er zijn een aantal mensen die hebben gezegd, oké, ik loop een risico voor $7, maar een ander weer voor 115. Het aandeel schiet omhoog en andere mensen stappen hierin omdat ze zien, het aandeel gaat omhoog, het aandeel gaat omhoog, het aandeel gaat omhoog. Nou, dat is, zeg maar, de short squeezes, alle short squeezes die we hier gezien hebben. En vandaar dat je, als je, zeg maar, hier heel simpel was ingestapt met een paar aandelen, had je van 87 naar boven 140 had je kunnen treden en dan had je een prachtige winst gehad als je het lef had gehad om hem hier op 63 gewoon vast te houden. Het mooiste was natuurlijk geweest als je hem hier op 63 had gepakt en hem omhoog had kunnen treden. Nogmaals, dat heb ik niet gedaan, omdat ik altijd op levels treed. En er is nou een ander onderdeel wat je echt moet onthouden op het moment dat je zeg maar, dat er zo'n short squeeze plaatsvindt, en dat is namelijk dat een aandeel
gestopt kan worden. Hè? Dus dat je niet meer mag traden in het aandeel. Nou, dat gebeurt wel vaker als er heel veel volatiliteit is. Dus als het aandeel meer stijgt dan je had mogen verwachten. Elk aandeel heeft daar zijn percentages in. Dan stopt een aandeel gewoon voor 5 minuten, soms voor 10 minuten, soms voor 1 kwartier. En dat is een hold on volatility. Nou, dat is allemaal niet zo heel erg. Dat is niet zo erg en dat is geen grote ramp. Want daarna gaat hij gewoon verder. Dan kan hij wel onder die prijs open of boven die prijs. Maar dan heb je gewoon je verlies. Dat is dan jammer. Maar wat er ook kan gebeuren, is dat de SEC, dat is zeg maar de waakhond, die in de gaten moet houden of aandeel, of er geen fraude plaatsvindt of wat dan ook. Dat die kan zeggen, terwijl jij hierin zit en je hebt hem voor de longkant gekozen, dat je dan dat jij hierin zit en denkt van nou, dat gaat lekker op 124. En ik laat hem staan, want ik heb al zelfs misschien wel wat winst genomen en ik ben ingestapt op 100, dus dat gaat helemaal goed komen. Dat er dan het aandeel ook gestopt kan worden en dat is dan pending on further investigation. En als dat hier gebeurt en het blijkt dat er toch een fraude heeft plaatsgevonden, of iets heeft plaatsgevonden, dan kan het aandeel 50% lager openen dan wanneer, waar je op dat moment zat. En als je dan voor $100 gekocht hebt, dan kan die heropenen op 60. En dan ben je $40 per aandeel kwijt. Dus dat is de belangrijkste reden dat ik dit soort aandelen nooit trade. Ik zie hier een hele rare lijn staan. Ik weet niet waarom. Dat is een hele belangrijke reden waarom ik dit soort aandelen nooit trade. En dus er zijn mensen die gisteren heel rijk zijn geworden. En er zijn ook mensen die gisteren die heel arm zijn geworden. In dagen zoals deze zie je vooral dat de mensen die heel rijk zijn geworden dat twitteren en laten zien van kijk eens hoe goed ik het heb gedaan. De mensen die geld verloren hebben, die zul je niet horen over dit aandeel. Dus dat is GameStop. En waarom is dat nu voor nu zo nieuw? Waarom is dat relatief nieuw in deze markt? Nou, dat komt omdat er heel veel retail traders zijn. Dus er zijn traders zoals jij en ik, die met een normaal account traden. Dat kunnen voor de kleinste traders honderden dollars zijn. En dat kunnen duizenden dollars zijn. Dat zou zelfs $100,000 kunnen zijn. Dat is allemaal interessant. Maar dat weegt niet op tegen de miljoenen dollars, miljarden dollars, sorry, die er normaal gesproken omgaan in zo'n beurs. Maar wat er dus nu gebeurt, is dat er een collectief aan kleine retailers, Robinhood, Reddit, dit aandeel gepusht hebben. En dusdanig gepusht hebben dat dit dus gebeurd is. Hè? Dus de mensen die short dachten te kunnen gaan, gesqueezed werden en daardoor het aandeel verder omhoog hebben gestuurd. En die kleine retail traders die kunnen dat doen, omdat er allerlei producten op de markt zijn. Opties bijvoorbeeld, maar ook hefboomproducten, sprinters. Waarmee je dus niet het hele aandeel hoeft te kopen. Hè, waardoor je dit aandeel hier niet voor €100 hoeft te kopen. Maar waardoor je ook kunt zeggen, ik koop een stukje van het aandeel. En bij elke broker heb je daar verschillende producten voor. En de een noemt het turbo's en de ander noemt het sprinters. Hangt er vanaf naar welke bank je gaat. ING heeft ze, maar ook Deutsche Bank heeft ze. En je eigen broker kan ook allerlei producten hebben waarmee je zeg maar een hefboomfunctie kunt krijgen. Dus dan hoef je maar een klein stukje van het aandeel te kopen om toch een enorme winst te kunnen maken. Als je ergens een enorme winst op kunt maken, kun je dus ook een enorm verlies maken om dezelfde reden. Dus dat is wat er gisteren met GameStop is gebeurd. En wat natuurlijk de vraag is, zijn er nu nog meer aandelen die op dit moment zeg maar in zo'n short squeeze terecht zouden kunnen komen? Nou, het gaat een beetje te ver om die te gaan behandelen. Ten eerste omdat ze niet treedt. Maar een van de aandelen waar men ook naar kijkt vandaag in ieder geval is naar AMC. Omdat daar eenzelfde soort squeeze aan de hand lijkt te zijn. AMC is niet de waarde die hier vertegenwoordigd wordt, is niet de waarde die je zou mogen verwachten voor AMC. Hij staat op €14 pre-market en komt van €5 gisteren.
Dus de aandeel is ook weer zwaar overgewaardeerd. En wat men nou zou kunnen proberen is om te zeggen van oké, we gaan weer een heleboel short mensen, zeg maar, hè, mensen lokken die short gaan op dit aandeel. En dan vervolgens gaat het aandeel niet naar beneden en zou die weer een soortzelfde parabolische loop naar boven kunnen maken. Om dat goed te kunnen beoordelen moet je eigenlijk kijken naar zeg maar, de opties die beschikbaar zijn om short te gaan. Je kunt ook niet op elk aandeel short gaan. Of in sommige gevallen kun je op een aandeel wel short gaan, maar moet je daarvoor betalen. Dus om dat goed te kunnen zien, moet je naar je optiescherm gaan om te kijken of er genoeg aandelen zijn om opties zijn om short te gaan. En als dat zo is, dan zou er zo'n short squeeze kunnen ontstaan. Nou, voor AMC lijkt dat niet het geval te zijn. Dus dat zou met echte aandelen moeten. En dan moet je al met heel veel kapitaal komen om zo'n squeeze voor elkaar te krijgen. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat voor een aandeel als AMC vandaag zou kunnen gaan gebeuren. Ik denk nu niet, maar ja, er zijn gekkere dingen gebeurd. Ik dacht maandag ook niet dat GameStop nog verder zou kunnen stijgen dan de 140 waar het toen op stond. Nou, het heeft 360 gehaald, wat een absurde, zeg maar, echt een absurd getal is voor GameStop. Dus voor AMC zou hetzelfde kunnen gebeuren. Als het gebeurt, stap ik daar niet in. En dat is eigenlijk om de reden die ik zojuist al genoemd heb. Nou, dan gaan we even naar een aantal aandelen kijken die iets normaler zou kunnen treden vandaag. Gewoon volgens de manier zoals je dat zelf gewend bent. En wat ik hier doe, is ik laat zien welke levels er zijn op een aandeel. Het aandeel Nokia. Je ziet hier ook een gigantische squeeze trouwens, eerlijk gezegd. Aandeel komt van 4,15, gaat naar 5,28. Dus dat is behoorlijk, maar het is natuurlijk niet de van 1 dollar, een sterk van 4 naar 5,28, dat is $1,14. Dat is 25%. Dat zijn natuurlijk niet de percentages die we zojuist hebben gezien van 3, 4, 5, 600. Daarom is Nokia wel interessant om eens naar te kijken. Vannacht heeft het aandeel getraind rondom de €5,05 als max. Het heeft dus die 5,28 al gehaald. Je ziet hier deze spike en het naar beneden. Dat stepping down systematiek die hier achter zit. En dat is, deze trend is naar beneden. Treedt nu 8 cent onder VWAP. Er zou echt boven VWAP moeten komen om interessant te zijn voor een eerste push naar €5,05 en dan naar 5,28. En als die daar boven komt, dan wordt het een heel interessant aandeel. Omdat het dan zeg maar teruggaat naar tijden van wel leren, om het zo maar eens te zeggen. Halverwege 2019 heeft het aandeel gestaan op 5,73. Dat zijn allemaal levels waarin je kunt zeggen van oké, dat nu, dit wordt interessant. Je ziet hier een enorm gap op deze daily in 2019, dat is 5,75 en dat is iets lager eigenlijk nog 5,61. Zal ik eens eventjes zeggen hier, dat is het eerste level waar je voor zou moeten oppassen wat mij betreft. En dan heb je hier eigenlijk nog eentje, dus je hebt hier wel heel veel kleine leveltjes waar je naartoe kunt treden. Dat zijn sprongetjes van 20 cent steeds. En dan wordt het voor mij een aandeel dat ik interessant vind, omdat het treden naar levels iets is wat ik graag doe. Ja, dat was Nokia. Even kijken, AMC hebben we gehad. Nou, een andere favoriet van ons inmiddels is BlackBerry, die ook al vaker behandeld. Dat was maandag de Play of the Day. Ik heb dat plaatje gedeeld op Twitter en LinkedIn. En ik zal eens even kijken of ik dat nog kan
Terughalen. Misschien. Play of the day van de 25e, ja, dat is deze. Zo, daar komt hij. Dit was de play of the day van maandag voor BlackBerry. Met de duidelijke levels. Aangegeven maandagochtend in de pre-market trading sessie van toen. We hadden hier een level, het aandeel is naar beneden gekomen van 1950. We hadden dat als level ook gezien. Aandeel komt naar beneden en zakt tot op de 1750. 1747, 1750. Maakt hier een double bottom. En komt met de eerstvolgende candle hier meteen bovenop met hier een higher high en hier een higher low. Nou, dit candletje is nog wel een beetje twijfelachtig. Dus dan kun je zeggen van hier stap ik nog niet in. Dus dan wacht je op de volgende candle. Dat is deze. Daar stap je in. Op het moment dat die zeg maar je 1798 voorbij gaat. Dus je kunt je order zetten op, zoals ik hier gedaan heb, op 1801. En vervolgens treedt hij naar boven, komt hier in VWAP terecht. Dat is je eerste waarschuwing van, kijk of dat goed gaat. Dus dat is wat je hier ziet. Als het een pen was, was het leuk geweest, maar je ziet de streep helaas niet. Dat is wat je hier ziet. Ik zal het nou even groter maken. Zo. Dus hij komt hier, vanaf die 1801, komt hij hier in VWAP terecht. En je ziet dat hij op VWAP moeite heeft om daar doorheen te gaan. VWAP is altijd een resistance of een support bij bijna elk aandeel. Dus dat zie je nu hier gebeuren. En het duurt 1, 2, 3, 4 candles voordat hij daar doorheen gaat. Bij de vijfde candle zie je dat hij doorheen schiet. En dat is ook wat je wilt zien als je vrij vroeg in de ochtend zit, of bij ons in de middag zit. En want dit is eigenlijk een soort squeeze die we zojuist ook besproken hebben. En er zijn heel veel mensen die weten van, oké, als die hier in VWAP komt, dan is er een grote kans dat die naar beneden gaat. Dus mensen die hier short gaan, die zien dat die hier het aandeel er toch doorheen schiet. Die hebben waarschijnlijk hier een stop gezet en die stappen er dan hier ergens uit. Dus dit, hier wordt het aan de flink opgekocht en hier zit je in een soort in de squeeze naar boven. En dan zie je dat het aandeel vervolgens verder treedt en stap je uit op 1952. Dit is de exit 1952. Dus stapt omhoog, hier gaat hij iets naar beneden. Hier krijg je de candle naar boven en hij reject hem meteen. En dat zou normaal gesproken inderdaad de waarschuwing zijn dat je zegt, oké, nu is het goed geweest, want ik ga hieruit. Nou, als je dit ziet, en het is ook een level wat je van tevoren hebt gezien, nou je, zeg ik, maar dan stap ik er in ieder geval, dan stap ik eruit. Ik denk dat dat wijs is om te doen, altijd. En wat ik dan ook altijd doe, is dat mijn scherm wegklik voor dit aandeel. Om te voorkomen dat ik in een FOMO-situatie kom. Dus een fear of missing out situatie. Dat was wel gebeurd bij BlackBerry specifiek. Want hij is daarna nog doorgetreden naar 20 en daarboven. En dus wat ik wel had kunnen doen. Ik had kunnen zeggen, oké, ik pak hier mijn winst. Ook al net zo 75% kunnen zijn van de aandelen die ik toen had. Dan heb ik van 1801 naar 1952 anderhalf euro 75% gemaakt. Dat is leuk, dat is goed genoeg. En ik wacht gewoon af wat er gaat gebeuren. Kijk of hij verder naar boven gaat treden. Nou, dan komt hij hier naar beneden. Was hij hier nog een keer onder gekomen. Dat was voor mij echt 100% zeker geweest dat ik eruit was gestapt. Want hier kun je nog zeggen, oké, hij zakte wel iets door, maar hij blijft boven zijn 9 IME. Hier maakt hij echt een doji.
zakt hij weer naar beneden en zakt hij ook voor het eerst sinds lange tijd, zie je hier, zakt hij door zijn 9 IME heen. En dan is hier 1952, was dat alsnog mijn exit geweest. Had je nog een paar euro extra, of een paar eurocent extra kunnen pakken, of een paar dollarcent moet ik zeggen. Dus je kunt uitstappen hier op 75 cent, 25% laten lopen en dan zeggen van nou, ik zie wel waar het aandeel eindigt. Dat is een mogelijkheid. En als je dat gedaan had, dan was deze nog verder doorgelopen. Ik geloof naar zelfs 22 uiteindelijk. Maar dan wel met je 25% van de aandelen. Je kunt dan de beslissing nemen hier, van hij zakt er doorheen, hij zakt er toch niet doorheen. Hij komt er weer boven, hij komt ook weer boven die 9 IME. Ik stap hier nog een keer in. Misschien een kleine aandeel size om te kijken of die hier deze high of de day van op dat moment weer breekt. En dan kun je ook verder naar boven treden. Dus dat is allemaal mogelijk. Dat is niet wat ik doe. Ik bepaal van tevoren mijn levels en daarna stap ik eruit. En dat heeft één hele simpele reden eigenlijk. En je ziet hier maandag ook inderdaad dat dat aandeel nog verder is gegaan naar 2092 uiteindelijk. Er is één belangrijke reden waarom ik dat doe. En dat is namelijk dat je dit er natuurlijk prachtig uitziet dat het zo gaat. Maar dat is altijd omdat het alleen maar achteraf is. Hè? Dus deze neergaande beweging die komt laat. Maar dat weet ik achteraf. En dus dat is het hele eieren eten natuurlijk van achteraf kijken, dat je dan heel mooi kunt zeggen, ook ik had er daar uit moeten gaan of ik had er daar uit moeten gaan. Om die frustratie weg te nemen, maak ik van tevoren een tradeplan. Dus dat betekent, ik beslis waar ik erin ga. Dus ik ga erin op level, dit zijn weer nieuwe levels trouwens. Ik ga erin op het level wat ik van tevoren heb uitgezocht. En ik ga eruit op het level waarvan ik dacht van, nou, daar gaat hij niet boven komen. Dat is de manier waarop ik mijn huiswerk doe. En dan stap ik eruit. En als het aandeel dan verder naar boven treedt, is het prachtig en mooi voor iedereen die er dan nog in zit. Maar ik heb mijn plan getreed en dan noem ik zo'n aandeel ook, op het moment dat hij zich houdt aan het plan wat ik van tevoren bedacht heb, dan noem ik het ook het play of the day. Dus dat play of the day gaat niet over hoeveel geld je hebt verdiend op een aandeel of wat een grote sprong die heeft gemaakt. De play of the day is echt, ik heb van tevoren bedacht wat het aandeel gaat doen. Zo heb ik hem ook getraind en dat maakt voor mij de play of the day. Dan wil ik nog even één ander aandeel met jullie bespreken. Oh ja, dit is dus BlackBerry vandaag. Hè, want dit was het terugkijken. Ik heb gisteren nog eventjes hier naar 1839 en 1986 zitten kijken. Vanuit die twee lijnen die er nog in staan. Je ziet dat vandaag het aandeel pre-market aandeel 2475 heeft aangetikt. En aan de low 19,10 euro, dat is 5 euro ruim. Aandeel zit nu weer een beetje op de close van gisteren, rond de 20 euro. Dus je wilt eigenlijk wel dat hij boven, dat hij dit wel als een level vasthoudt en dan naar boven treedt. Tot 4 web heb je 21,57. Als dit het is, kan het nog verder zakken zoals je ziet. Dit zijn de bewegingen van 2 uur die je altijd ziet. Van deze wiks moet je niet zoveel aantrekken. Dan kunnen de boventreden naar 22,32 en anders weer naar 24,75. Dan de laatste, dat is GE. General Electric. Aandeel heeft getreden op 12,23. Tegenvallende cijfers. Daalt. En komt uit weer, zeg maar, daar waar het hier geopend is op 10,95. Dus het aandeel heeft hier nu ook alweer aangetikt de 11 euro. En die 11 euro zou ik dan als resistance nemen. En dan kun je nog een stop nemen van 10,95 of 10,97. Als hij daar ook doorheen zakt, dan is het eerst volgende level 10,76.
een hele kleine stop naar 10,72. Dus dat is hoe je dat aandeel zou kunnen traden. Oké, ik ben benieuwd of het weer zo'n dag wordt als gisteren. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Als je gaat traden, zorg er in ieder geval voor dat je weet wat je doet. Volg mij niet of een ander. Alles wat hier gezegd is, is puur voor informatie en zijn geen adviezen. Zorg ervoor dat je je hoofd koel houdt. Wees niet bang voor FOMO. En zorg ervoor dat je een fijne trainingsdag hebt. En dan zien we elkaar morgen weer om 1:30. Fijne dag.